Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, collega Ouwehand eindigde haar betoog met een pleidooi om een einde te maken aan het boerenbedrog. Ik begin mijn pleidooi met mijn bijdrage met een pleidooi om een einde te maken aan het vissersbedrog. Want anderhalf week geleden onthulde de NOS grootschalige visserijfraude. En de Nederlandse overheid heeft jarenlang door de vingers gezien dat vissers frauderen met het motorvermogen. Er werden veel zwaardere motoren gebruikt dan is toegestaan, met dramatische gevolgen voor de natuur. Want die zware motoren trekken de kotterschepen grotere netten en zwaardere kettingen over zeebodem en ze ploegen de hele zeebodem om. Het ministerie wist van die fraude, deed mooie beloften, maar maakte niets waar. En 5 jaar lang was niet inspectie, maar waren commerciële partijen verantwoordelijk voor de controle op die motoren. En al die tijd is er niet één boete uitgedeeld. De jaren daarna controleerde de NVWA in 7 jaar tijd 23 schepen op een totaal van 300. Dat is 1% van de vissersvloot per jaar. En zo werden de vissers die wel volgens de vergunning visten sterk benadeeld door de vrije jongens, de coreboys van de zee. En de natuur was het grootste slachtoffer, want die sjoemelaars richtten met hun zware motoren en hoge snelheid heel veel schade aan. En de reactie van de minister op die fraude toont een schrijnend gebrek aan aandacht voor de bescherming van de onderzeese natuur. We zien dat dat nu dus op deze manier niet werkt, meldt ze aan de NOS. Nu dus. Voorzitter, in 2006, dat is 13 jaar geleden, lag al de uitspraak van de rechter dat er beter gehandhaafd moest worden. Dat is dus niet nu dus. En er zijn na die tijd verschillende rapporten verschenen over het overtreden van de regels door de visserijsector. En alle voorgangers van de minister beloofden de fraude aan te pakken, maar dat gebeurde niet. Dus voorzitter, de vraag aan de minister is, waarom heeft het ministerie niet eerder ingegrepen? Waarom heeft het ministerie nooit gevolg gegeven aan het vonnis van de rechter die de staat al in 2006 opdroeg om beter te handhaven? En waarom heeft Nederland nooit gereageerd op de rapporten waarin de fraude werd beschreven? Op het recente rapport van de Europese Commissie, juni van dit jaar. Kan zij daar alsnog een reactie op geven? Want voorzitter, ik verwacht van de minister dat zij nu meteen uit laat zoeken hoeveel schepen er frauderen en dat er morgen nog begonnen wordt met grootschalige controles en het opleggen van boetes. Voorzitter, een gerechtelijke uitspraak verdween zonder pardon in stoffige la. Aanbevelingen uit kritische rapporten werden, daar werd braaf bij geknikt, maar ze leidden niet tot betere controle en handhaving. En de natuur was het kind van de rekening en de natuur is het kind van de rekening. Er moet nu snel worden uitgezocht wat de schade is aan de natuur, want op een dergelijk grote schaal illegale visserij jarenlang toestaan, kan niet anders dan grote gevolgen hebben voor de biodiversiteit. En zonder adequate controle is duurzame visserijbeleid van de minister niet meer dan een papieren werkelijkheid. Een IPBES-rapport van de VN wijst visserij aan als een van de grootste bedreigingen voor biodiversiteit onder water. En de minister zegt in haar toelichting op de begroting toe te werken naar ambitieuze doelstellingen naar aanleiding van het alarmerende rapport en de aanstaande biodiversiteitsconferentie in Beijing in 2020. En in haar brief van maandag zegt de minister dat ze toe wil naar een betere monitoring. En mijn vraag nu aan de minister is, geldt dat ook voor Nederland? Geldt dat ook voor controle op illegale visserij? En betekent dat dan ook dat zij paal en perk zal gaan stellen aan de illegale visserij, wat een vorm van stroperij is, in het grootste natuurgebied van Nederland, namelijk de Noordzee. Dat ze streng gaat handhaven alle rotte appels uit de mand kiepert. Want je kunt niet mooi weer gaan spelen op een biodiversiteitsconferentie en tegelijk de voortdurende illegale aanslagen op de biodiversiteit in eigen land door de vingers zien. We hebben het hier over ernstige economische delicten met grote gevolgen voor de kwetsbare natuur. En de minister heeft de wettelijke taak en de morele plicht om die natuur te beschermen. En mijn vraag is, hoe gaat ze dat doen? En is ze bereid om op zijn minst Natura 2000 gebieden af te sluiten voor de visserij? Dan, voorzitter, wil ik net als een aantal andere fracties hebben over bomen en het kappen van bomen in ons land. Het kabinet trekt 6 miljoen uit om het bosareaal uit te breiden. En dat klinkt mooi, maar dat stelt weinig voor als je het afzet tegen de grootschalige bomenkap die nog steeds plaatsvindt. In Nederland verdwijnt elk jaar 3.500 hectare aan bomen. En dat betekent dat we elk uur, een bosareaal ter grootte van een klein voetbalveld verliezen. 0,4 hectare.
Hele stukken bos gaan tegen de vlakte onder het mom van bosbeheer. En ecosystemen worden vernietigd door kaalkap. En Staatsbosbeheer deed deze zomer bijna 400 hectare natuur in de uitverkoop. Er wordt gezaagd en gehakt in bossen tijdens het broedseizoen. Resthout wordt afgevoerd naar biomassacentrales. En bovendien wil het kabinet snelwegen blijven verbreden, alsof er helemaal geen klimaatcrisis is. Alsof de rechter zich nooit heeft uitgesproken tegen de pas. De verbreding van de A9 en het verplaatsen van een benzinestation kost 14.000 bomen. En al die bomen kappen en tegelijk 6 miljoen euro uitgeven aan het planten van bomen ergens anders. Voorzitter, dat is niet alleen natuurvernietiging, het is ook kapitaalvernietiging. Die 6 miljoen is slechts een fooi om het fossiele vernietigingsbeleid van dit kabinet te verhullen. De heer Van Martels. Dank u wel, voorzitter. Ik las dat 38% van de ontbossing heeft te maken met omvorming naar andere natuur. Is de heer Wassenberg het met mij eens dat het eigenlijk verboden zou moeten worden? Ik ben er een groot voorstander van dat er andere natuur ook komt. Maar ik ben er een tegenstander van dat daar bossen voor gekapt gaan worden. Er zijn heel veel andere arealen in Nederland die je daar ook veel beter voor zou kunnen gebruiken. En het kappen van bomen, omdat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan naar andere natuur. Voor een heel groot deel zijn het ook schadeherstelmaatregelen. Dat moet op een andere manier gebeuren. Dus we willen enerzijds dat de natuur wordt vergroot. En het natuurareaal wordt uitgebreid. En heel belangrijk dat natuurgebieden worden verbonden. Maar het kappen van bossen daarvoor is wat ons betreft geen optie. Er zijn andere manieren om die natuur uit te breiden. De heer Van Martels. Het antwoord dat komt wel overeen met mijn gedachtegang, maar de realiteit is gewoon dat momenteel daar wel in dat grote percentage sprake van is. Dus dat is best zorgelijk, zou ik willen zeggen. Is de heer Wassenberg dat met mij eens? Ik ben het met de heer Van Martels eens dat het zorgelijk is om bossen te kappen. Om te zeggen, daar maken we andere natuur van. Die andere natuur is broodnodig, is ontzettend nodig. Want het werd al eerder door andere collega's ook aangehaald. Nederlandse land en de Europese Unie met de minste natuur. Dat moeten we uitbreiden, maar dan moeten we geen bossen voor kappen. Gaat u verder. Voorzitter, de komende jaren wil het kabinet flink investeren in carbon capture and storage. Excuses voor de Engelse term, maar zo heet het. Het afvangen en opslaan van koolstof, dat betekent het. Het ministerie van EZK houdt zich daarmee bezig, maar dat onderwerp past natuurlijk veel beter bij LNV. Want LNV heeft de allerbeste mogelijkheden om koolstof uit de lucht te halen en op te slaan, namelijk bomen. Met hun bladeren halen bomen CO2 uit de lucht, leggen die onder invloed van zonlicht vast in suikers en vervolgens in hout. En dat noemen we, voorzitter, fotosynthese. En daarbij, en dat is een mooie toegift, maken die bomen ook nog een keer zuurstof. Nou, kom daar maar eens om bij een industriële CCS-centrale. Volgroeide bomen zijn vanwege hun grote massa overigens een stuk effectiever in het opslaan van CO2 dan jonge bomen. Dus de allerbeste manier met afstand om CO2 op te vangen en op te slaan is door een boom niet om te kappen. En op één na beste manier is om nieuwe bomen aan te planten. Zeker voor de toekomst, want nieuwe bomen worden oud. Het is ook om een andere reden belangrijk om zuinig te zijn op de bomen die we hebben. Want natuurlijke en oude bossen herbergen meer dier- en plantensoorten. Dus zijn beter voor de biodiversiteit en leggen dus ook veel meer CO2 vast. Dus als het gaat om bomen is het niet of, maar en. We moeten de bestaande bomen en bossen koesteren, beschermen, zeker niet omkappen. En, ook nog een keer een antwoord op de heer Van Martels, we moeten de bossen uitbreiden door nieuwe aanplant en door nieuwe terreinen natuurbestemming te geven. Nieuwe terreinen, geen bossen. Het geld dat het kabinet nu gereserveerd heeft voor CCS kan dus niet beter besteed worden dan het behoud van onze bomen. Ze zou graag een reactie op willen van de minister. Is het met me eens dat bomen op een efficiënte, zeer energievriendelijke manier CO2 vastleggen? Dat dat bovendien voor een periode van tientallen jaren is? En is zij het ook met me eens dat bomen daarmee een natuurvriendelijke en klimaatvriendelijke variant zijn van CCS? En dus ook waard om in te investeren. Voorzitter, ik wil het even hebben over de muskusrattenbestrijding, want ik zie een interruptie van de heer Graus. De heer Graus. Mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, ik heb nog één vraag over de bomen, bossen. Is de heer Wassenberg met me eens dat er ook, tijdens de PVV grote voorstander van veel houtwallen moeten komen? Want het bleek namelijk ook bij de Oostvaardersplassen dat
meer dieren overleden zijn door koude dan door gebrek aan eten en drinken. Dus meer ook door de koude dat heel veel dieren gesneuveld zijn. Dus wat wij graag willen is dat er bij die bossen, en zeker nu we aanplant, dat er veel houtwallen komen ter beschutting ook van reeën en dergelijke en wilde zwijnen. Absoluut. En ik denk niet alleen houtwallen, maar je zou ook aan heggen kunnen denken. Die zijn ook, kunnen ook dieren in nestelen. Dus meer houtwallen, maar ja, niet in plaats van iets anders. Maar dat kan er natuurlijk allemaal bij. Houtwallen, heggen en zo kunnen ook de biodiversiteit vergroten. Dus ja. En ook inderdaad de bijen waar we ook samen voor strijden. Misschien kan meneer Wassenberg even die vraag ook doorleiden naar de minister. Dank u wel. Een grausje, een tweede grausje. Oké. Ik zie de minister ook opletten, dus het zou zomaar kunnen dat ze het gehoord heeft, anders haar ambtenaren wel. Goed, gaat u verder. Voorzitter, dan natuurlijke knip. Ik ga het dan even hebben over de muskusratbestrijding. Het is tijd voor een nieuw verbond tussen mensen en dieren. Dat zeg ik niet, maar dat schreef de Raad voor Dierenaangelegenheden vorige week in haar rapport, De Staat van het Dier. Een inbreuk op dierenwelzijn, dat schrijft de Raad, worden steeds minder geaccepteerd en de Raad stelt dat er op het punt van dierenwelzijn nog veel moet gebeuren. En dat wil ik graag illustreren aan de hand van een voorbeeld. Op 14 juni stemde de Unie van Waterschappen in met het terugdringen van de muskusrat tot de landgrens. En daarmee bedoelen ze uitroeien tot er geen muskusrat meer over is, het zogenaamde nulstandbeleid. En daarvoor worden onderwatervangkooien en klemmen gebruikt. De muskusrat zou zelfs zo'n groot gevaar voor dijken vormen dat het dier bestreden moet gaan worden met drones, warmtecamera's en sonarbeelden. Plagedieren, de naam zegt het al, worden geframed als ongewenste gasten, als indringers, sluipende gevaren. En de Raad vindt dat er een andere betekenis moet worden gegeven aan deze dieren. Citaat, het framen van diersoorten als ongedierte is niet langer acceptabel, zegt het rapport. En als de dieren dan toch bestreden worden, zo gaat het citaat verder, bijvoorbeeld invasieve exoten, is het belangrijk om de bestrijding diervriendelijker te maken. Bestrijding diervriendelijker te maken. Onderschrijft de minister dit? Want nogmaals, dit is het advies van de Raad voor Dieraangelegenheden. Voorzitter, het plan van de waterschap is niet bepaald diervriendelijk of natuurvriendelijk en dan druk ik me heel zacht uit. Muskusratten, ook andere dieren zoals bevers, leveren een doodstrijd van enkele minuten onder waterkooien en klemmen. En bovendien is het de vraag of het beheer wel wetmatig is. Waterschappen zijn namelijk niet verplicht om dieren te doden, maar ze zijn wel verplicht om dieren alle mogelijke pijn, spanning en lijden te besparen. Dat is een Europese wet die Nederland gewoon moet uitvoeren. Kan de minister daarop reageren naar termijn? Want bovendien mag het doden van dieren volgens de wet pas als allerlaatste redmiddel, moet een allerlaatste redmiddel vormen. En dat kan alleen als weren en verjagen niet lukt. Er moeten dus eerst alternatieve maatregelen genomen worden. Dijken, kades, oevers, muskusratproef maken, dat zou zo'n maatregel zijn. En de veldproef waarop de waterschappen hun beleid baseren, heeft ernstige tekortkomingen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende gebieden. De duur van de proef was veel te kort en preventieve maatregelen zijn nauwelijks onderzocht. En ondanks deze tekortkomingen in het onderzoek is de muskusrattenbestrijding in Nederland flink opgeschroefd. Maar er is hier dus geen sprake van een laatste redmiddel. En daarmee zou het niet mogen. Ik wil van de minister weten of de beheerplannen van de waterschappen aan Europese nationale wetten getoetst zijn. En als dat zo is, wat de conclusies dan waren. Kan de minister toelichten hoeveel de landelijke uitroeiing van de muskusrat de belastingbetaler moet gaan kosten? En of dat geld niet op een veel betere manier te besteden is? Bijvoorbeeld door belangrijke dijken of kades muskusrat-proof te maken. Want de totale uitroeiing van de muskusrat is natuurlijk een illusie, omdat er vanuit Duitsland en België altijd weer dieren zullen komen. En ik wil van de minister weten, is het niet zo dat slecht onderhoud, zeker in periode van grote droogte, de grootste bedreiging vormen voor dijken, moeten we niet gewoon inzetten om een betere controle, beter onderhoud, versterking van dijken, in plaats van miljoenen te verspillen aan muskusrattenbestrijding. Ik wil het hebben over proefdieren, voorzitter, want in Nederland worden nog jaarlijks 500.000 dierproeven uitgevoerd. En weet u hoeveel van deze dierproeven voorbij het teststadium komen? Hoeveel procent succesvol worden vertaald naar de mens? Slechts 10%. 10%, dat betekent dat 9 van de 10 dierproeven, dat de dieren daar lijden en sterven zonder doel.
Maar gelukkig wordt er veel en belangrijk onderzoek gedaan naar nieuwe technologieën om die dierproef uit te faceren. En dat is niet alleen goed voor dieren, maar ook voor patiënten. Het onderzoek op basis van menselijke cellen, combinaties tussen biologie en ICT, zoals cell on a chip, organ on a chip, je hebt zelfs body on a chip, leveren steeds betere resultaten op. En toch worden nieuwe onderzoeksmethoden nog altijd niet toegepast en zitten we nog steeds vast in die dierproef. En eigenlijk willen we allemaal van die dierproef af. We willen allemaal dat het onderzoek op een betere, betrouwbaardere, diervriendelijke manier gebeurt. En dat gebeurt maar niet. En eind 2015 heeft de regering de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2025 wereldwijd koploper zal zijn in de proefdiervrije innovaties. Alleen toen de tijd vorderde, zonder dat het kabinet veel deed om die doelstelling dichterbij te halen, werd die ambitie afgezwakt. En Nederland hoeft in het kabinet nog geen koploper te zijn, maar één van de voorlopers is genoeg. Ja, voorzitter, een van de voorlopers, daar ben je al snel, want in het land der blinden is één oog koning. En op het gebied van proefdiervrije onderzoeksmethoden zijn wel veel hoopgevende ontwikkelingen te zien. Ik noem er al enkele, maar toch blijft vooralsnog de dierproef gezien worden als de gouden standaard, hoe onterecht ook. En blijft de politiek onvoldoende doen om de dierproef te vervangen door betere en innovatieve onderzoeksmethoden. En het feit dat het aantal dierproeven al jarenlang niet meer structureel daalt, maar eigenlijk blijft schommelen tussen de 500.000 en 600.000 dierproeven per jaar, is het beste bewijs dat er echt meer moet gebeuren. En die overheidsfinanciering van innovatief onderzoek zonder proefdieren, ontwikkeling, vervolmaking van testmethoden, is klein bier vergeleken met de honderden miljoenen die naar proefdieronderzoek gaan. Voor 2020 is door het kabinet nu slechts 2,1 miljoen euro begroot voor proefdiervrij onderzoek. En bij de financiering gaat het dus om relatief kleine bedragen die bovendien geen structureel karakter hebben, maar voor maximaal enkele jaren gelden. En daarmee bouw je geen structureel bouwwerk van proefdiervrij onderzoek. We hebben structurele financiering nodig, langjarige financiering en liefst oplopende financiering. En daarom wil ik een voorstel doen. Het kan, die financiering kan door elk jaar het overheidsbudget voor dierproeven met een klein percentage, 1%, over te hevelen van het budget van onderzoek met proefdieren naar het onderzoek zonder proefdieren. Zo stijgt het aandeel proefdiervrij onderzoek elk jaar ten opzichte van onderzoek met proefdieren. En zo bereiken we wat eigenlijk iedereen wil, namelijk de vervanging van de ouderwetse dierproef door betere, nauwkeuriger en betrouwbaardere proefdiervrij onderzoek. Is de minister bereid om dat idee van een nieuwe vorm van financiering te laten onderzoeken? Want dat betekent namelijk dat het bedrag dat elk jaar beschikbaar komt voor onderzoek met proefdieren elk jaar nauwelijks merkbaar afneemt, namelijk met 1%. En dat betekent dus als het een 500 miljoen euro is, dat er 5 miljoen euro afgaat. Nou, het verschil tussen 500 miljoen euro en 495 miljoen euro, dat is nauwelijks te merken. Tegelijkertijd neemt het budget voor proefdiervrij onderzoek dan in diezelfde periode met 5 miljoen euro toe. En van 2,1 miljoen naar 7,1 miljoen, dat is een gigantische stap. En het jaar daarna wordt er weer een stap gezet. Dus op die manier kunnen we in een aantal jaar tijd een hele grote stap zetten als het gaat voor de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek. Dan, voorzitter, heb ik nog twee korte onderwerpen. In 1993 is de veldpolitie opgeheven. En vervolgens kreeg de politie te maken met een grote bezuinigingsslag onder verschillende kabinetten Rutte. En daardoor is de politie grotendeels verdwenen uit het buitengebied. En de gevolgen daarvan zijn duidelijk en dramatisch. Toenemende problematiek rond drugsdumpingen, stroperij, vernieling van schuilplaatsen voor dieren, het illegaal kappen van bomen. Ik ben in het reces op werkbezoek geweest in Limburg. Ik heb met eigen ogen gezien een handjevol boa's tegen toenemende criminaliteit, grote criminaliteit. Nou, ik ben blij dat de VVD inziet dat boa's in het buitengebied het water aan de lippen staat. Alleen de door de VVD en jagerslobby aangedragen oplossing slaat de plank flink mis wat mij betreft. Jagers inzet als boa omdat je de politie in het buitengebied wegbezuinigd hebt. Mensen die daar, jagers zijn mensen die daar niet voor zijn opgeleid en naar mijn mening ook niet geschikt zijn. Ze zijn niet onafhankelijk. De Partij voor Dieren zou de politie weer terug willen zien in het buitengebied. Want die controle en handhaving is wel heel erg belangrijk, maar dan door de politie wat ons betreft. Graag reactie van de minister. Dan, voorzitter, mijn allerlaatste onderwerp, dierenmishandeling, dierenverwaarlozing.
Ja, ik laat het, geeft zal u, ik het zeggen? Nee, meneer Gars. Het woord. Meneer Gars. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja. Mevrouw de voorzitter, de PVV vraagt al vanaf 2006 voor terugkomst van de veldpolitie. Vanaf 2011 is er dierenpolitie. Daar hebben wij 500 mensen gebruikt. Dus door D66 de nek omgedraaid. Dat er 500 zijn geworden. Maar die zouden ook voor de terugkomst zorgen van de veldpolitie. Want de dierenpolitie zou ook gaan patrouilleren, handhaven en rechercheren in buitengebieden. En ook met name inderdaad tegen stroperijen, zwaar bewapende Oostblokbendes. Hè. En dus nu is mijn vraag eigenlijk aan meneer Wassenberg, dat hij misschien de vraag anders moet doorgeleiden, dat het aantal dierenpolitiemensen momenteel van 180, als dat al fulltimers worden, dan heeft hij al een soort velddierenpolitie terug in de buitengebieden. Want daar hebben ze namelijk de helft meer tijd om dat te gaan doen. Dus mogelijk kunt u daarmee helpen. Dat is meer eerder haalbaar namelijk. Daarom wil ik dat aan u vragen. Nou, voorzitter, de heer Graus weet dat als het gaat om dierenpolitie, dat hij in mij echt een medestander heeft en een medestrijder. Ik zou zelfs ook willen pleiten om die dierenpolitie gewoon weer uit te breiden naar het oorspronkelijke niveau. En nu zijn het inderdaad zogenaamde taakaccenthouders die een deel van hun tijd ermee bezig zijn. Ik ben er en mijn partij is er een groot voorstander van als die dierenpolitie weer terugkomt op volle sterkte. En dat zou inderdaad ook een manier zijn om die controle in het buitengebied te doen. Als dat niet zo is, dan moet er op een andere manier linksom of rechtsom, maar ook in het buitengebied moet die controle sterker zijn. Gaat u verder. Dierenmishandeling. Bijna wekelijks verschijnen er berichten over schrijnende verwaarlozing, ernstige mishandeling van dieren. Dan gaat het over verwaarloosde honden in hun eigen uitwerpsel, over honderden vogels, een krappe kooi in een schuurtje in de tuin. En veroordeelde dierenbeulen kunnen in Nederland na het uitzetten van een straf of na het betalen van een boete opnieuw dieren houden. En we weten dat de kans dat een dierenbeul opnieuw dieren gaat mishandelen levensgroot is. Nou, de Partij voor de Dieren pleit al sinds haar oprichting voor een langdurig en eventueel levenslang houdsverbod voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan dierenmishandeling. En vorig jaar op Dierendag kondigde de minister van Justitie en deze minister aan dat ze eindelijk een houdsverbod als zelfstandige maatregel gaan invoeren. Bravo. Nou, dat betekent dat de veroordeelde dierenmishandelaar na het uitzitten van een straf voor maximaal 10 jaar lang geen dieren meer mogen houden. Nou, tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat een levenslang houdverbod niet tot de mogelijkheden van de rechter gaat behoren. Ja, 10 jaar is niet heel erg lang als je gaat kijken naar wat mensen dieren aan kunnen doen. De vraag is, kan de minister toelichten waarom deze mogelijkheid, een levenslang houdverbod, al bij voorbaat van de hand gewezen wordt? En het andere slecht nieuws, voorzitter, is dat we nu al een jaar wachten voor het wetsvoorstel eindelijk naar de Kamer komt. Kan de minister toelichten waarom dat zo lang duurt en misschien een tipje van de sluier oplichten over wanneer we dat wetsvoorstel kunnen tegemoet zien? Dank u wel, voorzitter.